waarom jij misschien de Costa Rica rondreis zou moeten of kunnen doen, heeft misschien ook te maken met waarom ik hem gedaan heb. Voor mij was het erg bijzonder dat ik iets voor mezelf deed. En dat ik niet alleen een yogareis maakte, maar ook een hele mooie rondreis door Costa Rica ging maken. Waarbij ik hele mooie plekken heb gezien waarvan ik denk dat niet elke reisorganisatie die aanbiedt. En ik heb ook eigenlijk heel veel grenzen verlegd. En ben uitdagingen aangegaan, zoals bijvoorbeeld canoeing. Heet dat geloof ik, dat je vanaf de rotsen naar beneden bijna springt. En dat het ook nog leuk kan zijn. En dat had ik nooit verwacht. Dus de sfeer in het land, de uitdagingen, de 2 keer per dag yoga. Soms ochtends heel vroeg om 6 uur, wat eigenlijk helemaal niet erg is. Want de apen maken je wel wakker op sommige plekken waar we waren. Ja, het is een ervaring om nooit weer te vergeten. En een cadeautje aan jezelf, denk ik.